Wat is yes. Een goede ik heb wel een goede. Dat is echt lang geleden hoor, shit. Ik heb een anekdote dat ik soort een Duits, ik moest een Duits schoolonderzoek doen. Glenn kan heel goed Duits. Ik kan heel goed Duits, anyway. Maar ik moest schoolonderzoek Duits mondeling doen. En toen moest ik een verhaal over een boek dat Barnwerth Tiel heet. Moest ik, maar ik had het boek niet gelezen en mijn Duits is ook niet zo goed dat ik dat kon improviseren. Maar dat deed ik dus toch. Ik improviseerde, toen werd mijn Duits leraar werd rood. En toen zei hij vervolgens dit, hoeveel heb je nodig? Toen zei ik een 5,5. En toen zei hij, nou dan krijg je van mij 5,5, maar zorg dat ik je volgend jaar niet meer op deze school zie. Wauw, dat is best een anekdote. Dat is wel heel hard dan. Ja. Ik had ook een keer zoiets aan, ook met een boek. Toen moest ik One Flew Over the Cuckoo's Nest lezen. Maar ik had die film wel eens gezien. 4 jaar daarvoor of zo. En toen had ik dat boek uit de bibliotheek gehaald. En toen stonden er allemaal aantekeningen in. Achterin het boek, zeg maar, waar het over ging. Wat zeg maar de diepere psychologische betekenis was van het boek, zeg maar. Dus toen ging ik dat allemaal vertellen. Hij staat voor dit en dit en dit. En het is eigenlijk psychologisch. En toen was ik ongeveer 10 minuten aan het praten, denk ik. En toen vroeg mijn Engels lerares, hoe heet hij? Toen wist ik het niet. Toen viel ik door de man, zeg maar. En verder ging het eigenlijk best wel gesmeerd. Ja. Ging allemaal best wel soepel. Ja. Mijn shit ging iets te gesmeerd. Het ging iets te gesmeerd. Sowieso, ik ben zo'n kind, ik leerde nooit iets. Ik heb serieus nog schoolboeken die nog in het plastic waren waarin ze werden verkocht. Ik leerde bepaalde vakken gewoon niet. Ik nam de boeken soms ook wel mee, maar ik keek snel iets door en dan wist ik het op zich wel. Maar ik ben eigenlijk, en this is so bad kid, ik ben eigenlijk zo het examen ingegaan. Waardoor ik in de eerste ronde, ik was zo fucking... 2 uur zo naast een boek zitten. Ja, ik kwam op een gegeven moment voor biologie gewoon net een paar punten tekort. En het was biologie waarop ik bleef haken en daarom ook mijn diploma niet halen. En toen moest ik dus voor mijn her. En toen zijn we biologieleraar ook. Hallo allemaal, hallo. Toen zijn we biologieleraar ook. Eigenlijk klopt dit niet, want je was het hele jaar gewoon goed, busy. Je moet zoveel halen. Je moet zoveel halen, wil je het gewoon halen, punt. Nou, toen dacht ik ook, ja, hij heeft ook gewoon gelijk. En toen heb ik voor de verandering maar eens een boek opengeslagen. En toen heb ik hem ook echt gehaald. Maar ook zo dadig. Oh, dik. Ja. Ja, maar dat was het dus wel. Dat was echt het moment dat ik ineens dacht, oh, dus daar zijn ze voor. Daar zijn die, ah, oké, nice.